Deze beschouwing, die gaat over jeugdtrauma. Misschien moet ik er nog wat aan toevoegen. Corona, of... Uh, je moet van die, of die woorden moet je hebben hè, in je in titels. Dat is erg belangrijk. Een pakkende titel, want anders moeten mensen daadwerkelijk... Uh, Ja, ja, dan moet ik nog maar een keer een les in gaan krijgen. Want, uh, ja, van wie eigenlijk? Ik zelf denk als er iemand hier naar luistert en die denkt. Oh, en die voelt zich opgelucht. Hè? Dan heb ik mijn werk gedaan. Want de centrale boodschap van alles wat ik ooit heb gezegd... is dat er niks aan de hand is. Dus ook niet met jeugdtrauma's. Het is gewoon niks. Nada. Zilch. Nothing. Niets. Niente. Zero. Dat is er aan de hand. Geloof me, dus dit moet je dan puur van mij geloven, want jij denkt ongetwijfeld dat er wel wat aan de hand is. <coughs> ik kan me haast niet voorstellen dat jij op hetzelfde denkniveau zit als ik en dat jij het met me eens bent. In het Peggy, er is helemaal niks aan de hand. Ik denk dat de meeste mensen denken dat er iets aan de hand is. Een van die dingen die aan de hand is. Een van de dingen die aan de hand zijn. Nee, een van de. Een van de dingen die aan de hand is. Dus is enkel fout. Het is jeugdgarma. Dat hoor je de hele tijd weer opnieuw. Ik heb een uur lang geluisterd naar een vrouw die werd geïnterviewd door een man. En dat ging dan over de zaak Dutroux en de zandvoort affaire. En, en, nou, nu Joris Demming kwam er dan niet in voor, maar nou, je snapt het wel. En die vrouw zei. Ja, maar die daders. Dit is die, ja, die, die hebben zelf zijn ze getraumatiseerd. En daar moet ik het over hebben. Ik ben het daar niet mee eens. Punt. En dat mag voor jou een grote opluchting zijn. Je denkt: oké. Okay. Zo denkt Perry er dus niet over. Nee. Iemand die een fiets steelt van een ander en voor de rechter zegt: voor de rechter gekomen zegt. Ja, maar er waren tien fietsen van mij gejat. En ik heb er eentje teruggepakt. En dat zo'n rechter dan zegt: Ja, oké, okay, dan krijg je strafvermindering. Want uh, wat is het ook alweer? Uh, Verzachtende omstandigheden. Die bestaan helemaal niet. Punt. Het begrip verzachtende omstandigheden, dat hebben wij verzonnen en ik was daar niet bij. Dat hebben mensen verzonnen, maar Mozes niet. En ik ben van de gedachtegang van Mozes. Dat ben ik, denk ik, altijd geweest. Ik weet zeker dat ik het was toen ik twaalf was en de boeken van Mozes was. Oog om oog, tand om tand. Wat is dat nou? Wat nou verzachtende omstandigheden. Ja, maar hij kan niet werken. En het is. Ja, dan, 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 dan moet hij geld krijgen. Hij kan niet werken? O, oh, en hoe is dat vastgesteld? Ik heb momenteel een uh, hooglopend uh, conflict met Wim Kruidetaan. want een van zijn, uh, nou allebei zijn pleegkinderen, die zitten in het uitkeringsstelsel en hebben een grote mond. Want ze stellen wat voor, want ze krijgen geld. Dus stellen ze wat voor. Dus mogen ze een grote mond hebben. Want ze stellen wat voor. Met een uitkering. En ja, dan zijn mensen weer in de twintig. Dan kan jij brengen van ja, maar Piri, jij had ook een uitkering toen je zo uit was, oud was. Want ja, de studiebeurs. Ja, die studiebeurs was 250 gulden in de maand of zo. 200 gulden in de maand. Daar kan je niet van leven. Hè? Ook toen niet, hè. Je kon je, je net je, je huur van je kamer mee betalen. En dan had je een kamer in een, tochtige, een daadwerkelijk tochtige torenflat. En als ik onder de vensterbank keek, dan kon ik naar buiten kijken. Dus ik kon boven de vensterbank naar buiten kijken, maar ook onder de vensterbank. Daar zaten kieren. En dan vind je het gek dat het koud wordt in de winter? En heel fijn had ik dan een raam op het noorden. Nee, daar word je blij van. En de rest was dan uh, renteloos voorschot heet er dat. Nou, mijn renteloze voorschot, dus ik kreeg geld, maar dan moest ik terugbetalen zonder rente. Dat heb ik terugbetaald voordat ik dertig was, of eenendertig. Ik heb nooit van mijn leven een uitkering gehad. Helemaal nooit. En de reden daarvoor is dat ik wil werken. Dat is mijn wil. Ik ben ook tegen het begrip pensioen. Ik vind dat nergens op slaan. Want dan mag ik niet meer werken? Wat is dat nou? Ik heb een oom, uh, mijn oom Hans. <laughs> en die is ook met pensioen. En wat doet die gozer nou? Die is onderhoudsmonteur, heet het of zo. Of onderhoudsmedewerker, of een klusjesman. Op Schiphol. Is er weer eens wat kapot? Ja, en dan bellen ze Hans Bot. Hé, hey, Hans Bot, er is wat kapot. En dan komt Hans even langs. En zo ben ik ook. Hey, ik ga helemaal nooit stoppen met mijn werk. Ja, ja, als ik in het graf lig, dan werk ik niet meer. En kanker, nou, dat zit er van mij niet meer in. Dat had ik al lang moeten hebben. Dat ik nou nog kanker oploop. Een beetje kanker heeft een incubatietijd van uh, 20 jaar of zo. Dus ja, dat ik nou kanker oploop, dan heb ik daar op mijn 81ste last van. Ja, 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 ja. Nou, ik denk dat het heel prima is als ik met mijn 81ste overlijd. En ja, als je overlijdt, dan, dan komt er altijd uh, iets te staan als uh, het was natuurlijk. Of iemand denkt nee, het was corona. Of Ebola of. Zo. Of darmkanker. Nee, dat krijg ik ook niet. Daarvoor eet ik veel te veel peperine. Lonkanker ja, longkanker, dat zit er ook niet in. Ja, Dan had ik het al lang moeten hebben. En ja, mijn opa van 83, die is... Uh ja, die kreeg een hersenbloeding. En toen deed zijn hele linkerkant het niet meer, of zijn rechterkant. was hij aan de ene... Een scheef oog, een scheef hoofd. Oh, toen kon hij niks meer. Toen ging hij naar het ziekenhuis en even later was hij dood. Volgens mij is hij overleden aan het ziekenhuisbezoek. Dan is er ook helemaal niks meer aan. Dan lig je daar een beetje in een stom kamertje, in een stom bed. En met van die vrolijke jonge mensen die aardig proberen te doen. Terwijl je denkt van meisje, meisje, je moest eens weten wat ik heb meegemaakt. En ik weet wat mijn opa heeft meegemaakt. Ik weet dat mijn opa op een avond terugliep naar huis. Met een groepje jongens van het werk. Hij werkte bij Fokker. De vliegtuigfabrikant. Die is nou failliet. En dan s morgens uh, weer naar het werk. En toen zagen ze tot een grote verbazing dat die ene man... die ze s'avonds nog eventjes hadden zien uitrusten... die kennelijk een beetje moe was. En, uh, maar die zat er s'morgens vroeg nog steeds. Maar die was dood nou. Tenminste, dat mag je aannemen. Want uh, alles was beijzeld en uh, allemaal sneeuw en... Uh, was een soort sneeuwpop geworden. Nou, die zal wel dood zijn. En we gaan lekker naar het werk. Bij Fokker. Want die is dood, maar wij nog niet. Kijk, dat is leven. En wat is een jeugdtrauma? Is dat een jeugdtrauma geweest voor mijn opa? Nee, helemaal niet. Die had andere dingen aan zijn kop. Hij was toen veertien. Vijftien. Wat is jeugdtrauma? Jeugdtrauma is dat je als kind ontevreden bent over de omstandigheden. Ja... En waar wou jij dan je gelijk halen? Bij de wereldrechtbank? Ik laat maar een pauze vallen. Wat heb je nou aan een jeugdtrauma? Behalve dat jij weet dat alles wat je meemaakt... dat zet zich, zet zich vast in je lichaam. Dan krijg je een tik van of een... Dan zie je plotseling een uh, rib fluweel. En dan word je helemaal niet goed. Dat is het enige gevolg van een jeugdtrauma. Want alles wat gebeurd is, dat is gebeurd. En het punt is, als jij blijft zitten met dat gevoel... Maar ...ja, het had niet gemogen moeten worden... Dat er in jouw geval geen rechter is die jou gelijk kan geven. Zoals dat mooie Amerikaanse spreekwoord luidt. De, 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 de meest bedreigde diersoort. Dat is een rechtvaardige rechter. Nee, de meest bedreigde soort. Zo is het. Species. Zo is het. En als jij dan denkt... Ja, maar dan vind ik deze wereld niet goed genoeg. Ik wil naar Mars. Toch of zo? Waar wil je dan naartoe? Nou, ik heb gehoord dat het uh, universum heeft uh, heel veel werelden. En uh, nou, dan, uh, ja, daar is het dan misschien wel goed. Ja, en het is ook een heel eind reizen. Alleen al om te kunnen ontsnappen van deze aarde... moet je een snelheid hebben van 11 kilometer per seconde. Anders val je keihard terug. 11,7, als ik me goed herinner. 11,7 kilometer per seconde. En dan gaan we praten. Maar dan ben je buiten de damkring en dan... Dan zit je in een vacuüm. Dan kan je je nergens meer tegen afzetten. Wat in de dampkring wel kan. Dan kan je je afzetten tegen de lucht. In het water kan je je afzetten tegen het water. Maar in een vacuüm kan je je niet afzetten. Er is helemaal niks niet. Nou, oh, want uh, dan ga je met fotonen. Dat die uh, fotonen die botsen en dan heb je een uh, fotonen. Uh, uh, ja, dat is. Dan uh... <laughs> nou, Ga maar uh, sparen zou ik zeggen. En vraag maar aan Elon Musk met zijn Tesla-auto of die een idee heeft. Je kan helemaal niet weg wanneer. Je hebt het te doen met daarmee wat jouw gegeven is. Op mijn werk. Die mensen die daar zitten. Dat zijn geen slechte mensen. Dat zijn geen criminelen. Die zitten wel opgesloten. En ze mogen vreten. Wat de begeleiding zin in heeft om te eten. En daar moeten ze dan mee eten. En ik heb meegemaakt dat een gozer, uh, die wilde smorgens uh, die laffe supermarkt boterhammen met een laffe boterhammenworst. En die laffe kutkoffie en die laffe stomme melk van de verkeerde merk. En een bla 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 bla. en hij wilde het niet. Nou, <laughs> jongen. Het werd, uh, lijfstraf, hè? En die man, Albert Einstein, zo noem ik hem, hè? zo heet hij niet. Albert Einstein, het is, is niet meer zijn jeugd. Het is een volwassen man. Hij is wat kleiner, ik, ik weet niet eens hoe oud hij is, maar hij is toch echt ouder dan veertien. En hij heeft dat. En wat heb jij dan? De moeder van mijn kind is zo'n jeugdtrauma-persoon. Die heeft mij verteld dat ze nooit op schoot mocht zitten bij haar vader. Hm. Waarom wel eigenlijk? Door mijn kind mocht altijd bij mij op schoot zitten. Vond het niet erg. Kom op. Maar wat moet je als man met een kind op schoot? Ben je Sinterklaas of zo? Als een kind wil zitten, heeft toch een stoeltje. Hé, nee, maar ze moest bij de vader op schoot zitten. Ja. En dat mocht niet. Hij ja, heeft ook nog heel veel klappen gehad. En... en ze heeft mij verteld dat toen ze in de puberteit kwam dat ze wel bij haar vader op schoot mocht zitten. Maar... dat was, eh... Uh, ja, het ging het makkelijkste... als ze een mini-rok droeg. Jeetje, jeetje. Zij ging in een minirok bij de vader op schoot zitten. En dan kun jij zeggen, ja, maar dan is die vader ook niet goed bij zijn snikkel. En dan heb je gelijk. Maar het feit dat je vader niet goed bij zijn snikkel is, dat betekent niet dat jij dan ook maar mee mag doen. Want nou, oké, okay, jij bent niet goed bij je snikkel, nou dan ben ik niet goed bij de gaatje, bij mijn voorgaatje. Snap je? Het is het afschuiven van schuld. Altijd. De goddelijke tijd. En ik snap heel goed dat het voor heel veel kinderen ontzettend moeilijk is. Maar het was voor mij ook niet makkelijk. Het punt is dat als je vanuit je ontevredenheid en je, je wrokkigheid, dan ga je het terugpakken. En wat de moeder van mijn kind, mijn wettig kind, hè. Dus, ja, Peter Bosman zegt dat het een 50-50 kans is. Dat, dat wist ik dus niet, hè. Maar nou ja, als Peter Bosman het zegt, hè, dan denk ik dat hij dingen weet die ik niet weet. Maar, en dat kan. Ik... Ik ben een man en ik ga er altijd vanuit dat iemand anders dingen weet die ik niet weet. Daarom luister ik ook graag naar mensen die wat vertellen. Dus tja. Daar ben ik van een punt af. Dus die. De moeder van... Uh, Peter Bosman dat is dus de moeder van mijn wettig kind. Zo kwam ik erop. De moeder van mijn wettig kind. Die heeft me een partij schade aangericht. En zij denkt... Denk ik, hè? Dus ik vul in, heet dat, hè? Zij denkt... Dat ze in haar recht staat, want iedereen is immoreel. Dus mag zij het ook zijn? Ja, ja. Kijk, een jeugdtrauma is moeilijk omdat het zich vastzet in je lichaam. Je hebt een beschadigd lichaam. Je bent te vergelijken met die, die Amerikanen. Nu, nu, goed luisteren nou, hè? De Amerikanen die gingen in 1967 tijdens de zesdaagse oorlog Israël helpen met een verkenningsschip, de USS Liberty. En de bedoeling was dat zij uh, radiografische berichten uh, decoderen en zo. Want dat was de Zesdaagse Oorlog. En uh, nou, uh, gaan we even in de gaten houden wat iedereen zegt. En dan wat, wat de vijand zegt, en dat was Egypte voornamelijk. En dat, dat ze dat zouden doorbrieven naar de Amerikaanse overheid. En de Amerikaanse overheid zou die informatie doorspelen aan de Israëliërs. Om ze te helpen om de oorlog te winnen. Dit verhaal, daar hoor je bijna niemand over. Hè? Een prachtig verhaal. Nou, en waar ging het nou om? Uh, men. De club, de kabaal. Men. wilde oorlog. Van iedereen. Tegen Egypte. En de rest. Dus ook. Uh, alle, dat hele Midden-Oosten. Gewoon even inpakken. En wat ze nodig hadden. Dat was een schandaal. En die mensen van de USS Liberty. Die werden de Middellandse Zee ingestuurd. Zogenaamd. Om. De spionageberichten, whatever uh, dingen ze, uh, veiligheidsdienst, uh, intelligence, uh, te onderscheppen en dan door te brieven. Dat was uh, de, de cover-up. Waar het wezenlijk om ging, was dat er een weerloos schip de Middellandse Zee in werd gestuurd, en dat in de krant zou komen te staan. Dat de Egyptenaren dat weerloze schip naar de bodem van de Middellandse Zee hadden gebracht. En dat kan terecht niet. Je bent in de oorlog met Israël, oké. Okay. Maar dat betekent niet dat je een weerloos schip van de Amerikaanse marine eventjes mag pakken. Nou, zo gebeurde. Dus uh, dat Amerikaanse schip dat ging dan richting Israël. Israël-Egypte. Ik hoop dat je weet waar dat ligt. En uh, daar zo'n beetje in de ronde. Tjoeku, 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 tjoeku. En dan me luisteren. Met allemaal antennes en. Uh... Honderden mensen waren daar aan boord. En toen is de. Israël is het. Israëlische leger, in het bijzonder de Israëlische marine en de Israëlische luchtmacht. Die hebben dat schip aangevallen. Om dat schandaal te veroorzaken. Dus dat schip moest naar de bodem van de zee. En uh, dan het de, de, schandaal gebeuren in de media. En dan, het hele, dan, dan, dan kan het hele Amerikaanse leger ingezet gaan worden om die, ja, Egypte te pakken en, en, en Syrië en Libanon en ik veel, een stuk van Irak. Nou, en wat is er gebeurd? Dat die actie van die, Isra van die Israëlische luchtmacht en de Israëlische marine. Die is niet gelukt. Ja, ze hebben een aantal van die mensen aan boord hebben ze voor de kop geschoten. Die zijn allemaal doodgegaan. Een aantal zijn behoorlijk verminkt. En... Oh, en in de schip zaten ook nogal wat gaten. Huh? Maar dat ding is niet naar de bodem van de zee gegaan. En toen hebben die mensen aan boord van de USS Liberty... die hebben dat schip uh, weten op te kalevateren. Dusdanig dat ze naar... Onslaar oh, me dood. Maar, uh, misschien Cyprus of zo? En daar is dat schip opgekalevaterd. Uh, Professioneel opgekalfaten, dus met uh, lassen, dan die gaten repareren. Nou, dan konden we weer een beetje varen en dan terug naar Amerika. Voordat ze teruggingen naar Amerika, kwam er nog een hooggeplaatste Amerikaanse admiraal langs om even heel duidelijk te maken dat over dit mislukte experiment niets naar buiten ging komen. En zo ben jij ook. In die zin met dat gehavende schip. Je moet naar huis. En je schip is gehavend. Dat heet de reparatiefase. En daar is niks mis mee. Dus je moet je lichaam repareren. En dat heb jij te doen. En dat doe je niet met wrok. Dat doe je niet met. Uh, een oordeel om te zeggen... ja, maar wat die anderen deden, dat kan echt niet. Bij mij is aangedaan en ik pik er niet meer. Dat is de overtreding van Matthäus 7, vers 1. Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Jij moet je gehavende schip... terugbrengen. Je moet met je gehavende schip terug naar Amerika. En daar stap je aan, wal... En je leeft. En dat is je jeugddrama. Dus je hebt een beschadigd lichaam. Het is, het is helemaal geen ramp, want een beschadigd lichaam kan opgekalevaterd worden. En die mensen zijn daadwerkelijk de Middellandse Zee uitgevaren. Dan de Atlantische Oceaan over en aangekomen in, zeg het maar. En dat een heel gedetailleerd verhaal is opgeschreven door een man die dan terugkwam in Amerika. En met een schip dus. En, en, en daar ontdekte hij dat zijn vrouw, die, uh, ja, die was wel heel erg eenzaam geweest al die tijd. Ja, is toch met die mannen. Hè. Dan, ja, dan, ja, het, is, het is wel leuk hoor dat zo'n man dan uh, meedoet en alles. Maar ja, dan zit ik hier als vrouw in mijn eentje. En ja, ik heb ook een beetje gezelligheid nodig. Dat is ook zijn vrouw nog kwijt. En zo is het leven. En dat verhaal van de USS Liberty, dat, dat we tegenwoordig in de samenzweringsgingen, moet je daar niet over beginnen. Want, ah, het was, het was, het was per ongeluk. Het Israëlische leger dacht dat het. Dat het een Egyptisch schip was met een Amerikaanse vlag. Het was gewoon een ongelukje. Nou, daar konden de Israëliërs niks aan doen, hoor. Het was gewoon een ongelukje. En daar moeten ook die Amerikanen niet over zeuren. Want ongelukjes gebeuren. En zo ook nog een keer. Nou, niemand durft onder ogen te zien hoe... Uh, ja, de... Als je kijkt naar dierenrijken, dat vinden wij moorddadig. De vraag is of dat werkelijk zo is, maar, maar dat vinden wij moorddadig. Dus doen we het zelf ook maar. Want we hebben een jeugdtrauma of zo. En het is het begin van het einde. Er is maar één ding en dat is overleven. En in de hemel komen. Punt. En als je zondigt dan ga je dood. Punt. En dan kan jij je afvragen, wat is zondigen? En dan stel jij jezelf een goede vraag. En dan heb ik een tip van de sluier. En die luidt: bestudeer de. Dat is het werk van, de, van Boeddha. Hoor je dat ook alweer? Het gaat over hechting. Wat Boeddha hechting noemt. Dat is een slappe. beschrijving. van dat wat zonde is. Maar het is nog steeds een beschrijving. Niet, niet strak genoeg. Het is een beschrijving. De Dhammapada, zo heet dat boek. De Dhammapada van Boeddha. En daar zat Babylon achter. Achter de Dhammapada. De Babylon zat ook achter de Lao Tse. Met het Taoïsme. Taoïsme. Daar zat Babylon ook achter. En dat is ook het enige waar jij een klacht over kan indienen. Van ja, maar waarom is Babylon dan gekomen als God goed is? Of anders gezegd, waarom is het bestaan acceptabel als er zoiets bestaat als Babylon? Maar dat is een godslasterlijke vraag. Wie denk je wel niet dat je bent? En waarom mochten jouw kutouders of klootouders geen kinderen krijgen? Hoe haal je het in je hoofd dat dat afgesloten moet worden? Van. Uh, kein eintriet of zo. Uh, uh, verboden of zo. Uh, hoe wil je dat. Vormgeven. Dat kan niet. Ik zag een foto op Facebook... van... noem het maar... Het, het klein... pleegkind... van Wim Kruidertaan. En die werd bijna één. Dus een dag voor haar verjaardag... moest er een foto gemaakt worden van haar... Ze had hele naaie kleertjes aan. En een hoedje van karton. hoofd En met een elastiekje eronder. En dan omhoog kijken naar de camera. Want we maken nu een foto van jou. En ze keek recht in de camera tijdens die foto... Met een blik. Ik denk zo. Daar gaat mama nog een probleem mee krijgen. Ook die mond zo. Van, uh, waar doe je me nou aan? Nou, dat kind krijgt een jeugdtrauma. Nou, die heeft een jeugdtrauma. Dat is een jeugdtrauma. <tie> dat is belachelijk. Punt 1. Verjaardagen zijn niet waardig om te vieren. Elke dag is een verjaardag. Je kan ook uh, zeggen, nou uh, vandaag vieren we dat je bij elkaar geneukt bent. En morgen gaan we vieren dat jij uh, je eerste, dat de Blastomeer kwam. En dan overmorgen gaan we vieren dat er een, nou je kan wel blijven doorvieren. Elke dag is een geboorte. Door het moment waarop je uit de buik van je moeder komt, dat is een toevalligheid. Want jij leefde al vanaf het moment dat, uh, dat het DNA van je pa en het DNA van je ma aan elkaar geritst werd. Door de, ja, dat heet een ruiter, hè? Dat als je een ritssluiting hebt. Dan heb je toch zo'n dingetje met een lippie waar je aan trekt, een ruiter? Nou, de ruiter heeft die twee DNA-strengen aan elkaar geritst. En dat was jij. En toen was je geboren. En waarom vier je dat niet? Ja, maar kijk, het punt is, dat dat weten heel veel mensen gewoon niet. Want, uh, ja, die neuken de godgaanse tijd en, uh, en zo'n vrouw... Oh, ik, uh, ik word niet ongesteld. Ik, oh, ik ben zwanger geworden. Ja, maar uh, ja, wanneer was het dan? En, ja, ik ben een beetje kort van termijn gegeven met uh, ja, ik, een beetje korsenkof of uh, ja, Alzheimer of zo. Hè. Nou, ik weet het echt niet meer. Daar dat, dat weet ik niet meer. Wel, ja, er was een donderdag of een dinsdag of een woensdag, dat weet ik zeker. Ja, of zaterdag, zondag. Maar, ja, of maandag kan ook. Ja, dinsdag, dinsdag ook mogelijk. Maar. Uh, ja, ik weet het niet meer. En daarom vieren we het moment waarop het kind naar buiten kroop. Maar wat is dat voor een. Dit is. Oh, daar ga je toch boos over worden. Kijk, en dit geeft een jeugdtrauma. Dat is zo minachtend naar die nieuwe mens en dan ook nog een kartonnen hoedje op de heuf met een elastiekje onder de bak en dan opkeken naar de camera voor een faseboek ja zo ken ik er nog wel drie wat is er voor onzin Kijk, de godganse tijd doen ouders niets anders dan jeugdtrauma's veroorzaken bij hun kinderen. En dat komt omdat die ouders te stom zijn om te weten dat de anus aan de achterkant zit. En niet aan de voorkant, en dat de mond dus geen anus is. Oh nee, ik, ben zelf, ik ben heel erg egalitair, ik vind dat alles is hetzelfde. Ja, precies, en daar krijg je jeugdtrauma's van. En niet voor jou dus meer, want jij bent dan volwassen, maar voor de kleine gut. En als jij een mismaakt lichaam hebt, doordat jij zelf een jeugdtrauma hebt, dan is je lichaam mismaakt. Dan ga ik nog even over uitweiden hoe dat werkt. Maar dan is jouw lichaam mismaakt. En met een mismaakt lichaam dien jij geen kinderen te krijgen. Je gaat eerst je lichaam repareren en dan mag je van wippen er zijn. En je zorgen gaan maken over het feit of je in deze wereld überhaupt... Een kind los wil laten. En wat je dus ziet bij heel veel ouders is dat ze hun kinderen niet los willen laten. Ja, vind je het gek? Mijn favoriete Nederlandse dichter. Van de 21ste eeuw. Ha spinvis Zo mooi zij in dat nummer toch Een nummer of een, een gedicht, kan je ook zeggen. Een gedicht op muziek. Dat gedicht op muziek, en dat, dat heet narcose. Dat begint met dokter, dokter, dokter. En daarin de mooie frase. Neem dan. God verdom mij. Geen kind dan. Ik vind dat de beste zin ooit geschreven met het woord God verdom mij. Nee, maar godverdomme, geen kind dan. Want je hebt een verantwoordelijkheid. Je speelt met vuur. Ieder mens brandt. Wij zijn warm, bloedig. Wij branden de godgangse dag. Dat is vuur. En ik ben, ben niet van Herakleitos, van alles is vuur, alles is. Nee, ik ben van, van de Bijbel, maar dat is dan. Qua maar, 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 logisch. Hè? Alles is wil. En wat wil jij? Bagger toevoegen aan Bagger. Dus hou op met je jeugdtrauma. En repareer je lichaam. En je lichaam repareren, dat doe je middels de geest. En niet bij de dokter. Dokter, 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 ik zie vlekken in de zon. Wat is de grap? Da, 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 da. Altijd blijft er iemand liggen in de cirkel. Ja, daar daar genees je het niet mee. Je geneest het. Je, je jeugdtrauma. Dat genees je. Door te vergeven. En je ouders, uh, nou, niet dankbaar te zijn, want daar is geen reden voor. Je bent ze niet dankbaar. Uh, het punt is, je hebt ondanks je ouders het voor elkaar gekregen om in leven te blijven. En je vergeeft je ouders. En dan met name je moeder. Want voor de zoveelste keer in de geschiedenis van de mensheid... ligt het het, 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 het meest directe probleem dat onmiddellijk dingen veroorzaakt. En de mannen geven ook problemen, maar dat is op termijn of zo. Maar bij vrouwen is het altijd gelijk. Neem Noah. Noah van de zonvloed. Noah heeft dan de familie gered. En die denkt, nou, we zitten op droog land, alles gaat goed. En dan komen twee van zijn zoons naar hem toe en vertellen hem van, ja, pa. Toen jij dus, uh, ja, toen jij, uh, hoe, hoe, aan de wijn, heen, maar uh, Ja, daar wil ik het niet over hebben, maar uh, ja, toen heeft dus, uh, ja, die, die derde broer. Oh, die heeft het gedaan met mama. Ja, ik laat maar een pauze vallen. Dus je moet je moeder. Dat is het allerbelangrijkste. Je moeder moet je vergeven. Dat is het punt. En ik weet zeker dat het zo is. Ik weet zeker dat. Niet in alle gevallen, maar meestal. moet jij je moeder vergeven. Uitzonderingen dagen later. En meestal. was het je moeder. Die het je vader heel zuur in de ballen maakt. Zo was het altijd. En het probleem begint als mannen gaan luisteren naar zo'n verzuurde kut. En denken: Nou, ik ga een beetje met haar meedoen. Ik, ik, nou, dan doe ik het wel hoor. Dan, dan ga ik de kut. Nee, maar, 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 dat daar, daar regel ik dan. Ja, maar wat wil je nou? Dat zorg ik voor. Leer mij die vrouwen kennen. Ik doe dus helemaal niks meer voor vrouwen. Hè? Als het gaat om samenwerken, in die zin van uh, ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij, alleen met mannen en niet met vrouwen. No way. Ik weet niet wat het is met vrouwen. Ze staan heel slecht te boek in de literatuur. En dan kan je zeggen: ja, maar dat is uh, antifeministisch of zo. Ja, precies. En dat ben ik ook. En denk ik, oh, je bent een vrouw? Oh, uh, je hebt zeker geen boormachine, hè? Nee, die heb ik, nee, die heb ik niet nodig. Hoe doe je dat dan, als je een plank op moet hangen? Ja, nee, ik, uh, 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 Karel, die, uh, die uh, dat is een hele aardige vent. En, uh, heel gezellig ook. en Die uh, vraag ik dan. Zoals een vrouw. Tegenwoordig sinds, uh, nou ja, opgeschreven... weten we het zeker... van 250 jaar. 300 jaar. Dus de historie... Dat, dat is de moderne... geschiedschrijving... van het wangedrag der vrouwen. Je kan ook nog... verder teruggaan. Dan kom je in Genesis. Met wat Eva... Adam... heeft geflikt. Er is een... de... Hey, bladluis, dat is een wezen en dat dupliceert zichzelf. En hoe het tot stand is gekomen, dat mag iedereen zich afvragen. Maar de, de bladluis is ontstaan en de bladluis doet niet aan seks. En dat is een, dat is een blijvertje hoor, de bladluis. Andere blijvertjes zijn. Uh... Ja, dan is wat. Uh, Syfilus. Die doet ook niet aan seks. Het is gewoon een vermenigvuldigen. Een gewoon splitser. Het probleem zit er met die, die, die twee-slachtige voortplanting. En dan komt het probleem met die vrouwen. Die denken dat ze mannen zijn. Maar dat zijn ze helemaal niet. Ik had dus een mooi voorbeeld te noemen. Jeugdtrauma's gaat het over, hè? Uh, was met dat met huwelijk van mij. Het is alweer te beschuren. Het huwelijk van mij. Uh, er moest haar broer... En die had een nieuwe vrouw. En zijn eigen kinderen... Uh, die waren in Arnhem en zouden terug gaan naar Wageningen, maar nog even thee drinken bij ons, in mijn huis. Dus in mijn huis, waar ik geregeld heb, waar ik betaald heb, waar ik, waar, waar, ik, een beetje dietsen, waar ik ingericht heb. Alles timmer, een boor, zo mijn hoes. in mijn hoes... Komt een theedrink. Ik vind Bast. En hij had Haas. Dan moeten wel snel. Even snel. Nou, ik heb. een... Ik had toen zo'n HR-ketel. Daar heb ik niet voor gekozen, maar die zat erin en dat ding getest. En ik denk, nou, is best een aardig apparaat. Dan heb je een combinatie van een boiler. En een centrale verwarming. Ja, moet kunnen. Ah, die ketel, dat is roestvrij staal. De leiding van die HR-ketel naar de kraan was maximaal 2,5 meter. 3, maar 2,5, denk ik. Of 2. Echt niet veel. Niet uh, 10 of 20 of zo. hè? En die leiding was van koper. Oh. En we willen snel thee. Nou. Dan doe ik uh, de rode knop open. Ik laat even dat koude water eruit stromen. Dat is ook handig voor de Legionella. Maar... Ah. Laat even het water doorstromen. En ik voel met mijn vinger dat hij uh, nou, richting de 60-70 graden komt. Hè? En ik denk, wow, heet, 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 Oké, okay. oké. Fluitketel eronder. En dan mijn zwager en de, de moeder van mijn, van, van mijn wettige kind. Die ging helemaal krijzen. Totaal overstuur. En de fluitketel die stond al op het gasvenuis. Om die laatste 30 graden even te halen. Want ze moesten snel terug naar Wageningen. En toen moest ik dat, dat loeihete water moest ik in de gootsteen gieten. En ik moest de fluitketel vullen met koud water. Die mensen hebben allebei een jeugdtrauma, dat weet ik. Ik weet wat die mensen is aangedaan. Ik weet wat die mensen andere mensen aandoen. Mij uitschelden, waar de kinderen bij zijn. Dan nou, zie je wel, on-piggy vergiftigt ons... Zullen we even terugrekenen? Wat is hier aan de hand? We hebben het over een ketel van roestvrij staal. Dat is ijzer, FE, met koolstof. Gewalst en dat soort dingen. Als je er meer van wil weten, neem een baan bij de voormalige hoogovens. Maar dat spul dat roest daadwerkelijk niet. Het heeft geen interactie met water en dat komt door het koolstof wat erin zit. 666. De koolstof is 666. Ja. Dus je hebt ijzer en 666 en dat roest niet. Dus er gebeurt helemaal niks. En die ketel, die wordt uh, bij dat. Ik zit nou in dat uh, zorggebeuren. Uh, en dan. Oh, uh, 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 legionella, daar moet je mee oppassen en zo. Ja, punt 1. Het is uh, 60, 70 graden Celsius. En punt 2. Die boiler. Die wordt elke dag één, nou, twee keer, één à twee keer bijgevuld. Want. Uh, men houdt van douchen. Dus het is één groot spoelproces. En die koperen leiding. Ja, koper is een edel metaal. Dat roest van zichzelf niet. Dus ja. Dus waar is hier het probleem, hè? Nou, het probleem is dat deze mensen, die zijn in hun jeugd schandalig behandeld. Oké, okay. dat komt door die oetlul van een schoonvader van mij. Dat weet ik. Maar mijn schoonmoeder is ook niet onschuldig. Denk ik. Ja, maar dat weet ik niet, want dat, dat, ik denk dat niemand onschuldig is. Hè? Maar dan gaan die twee kinderen, terwijl ze kinderen in de buurt hebben, Oom Perry lopen uitschelden dat hij aan het gif mengen is. En dat zij goed zijn en ik niet. Maar dat is het vervelende met jeugdtrauma's. Dat je er van die akelige mensen van krijgt. Die je wel zou kunnen wuggen. Maar daar heb je geen zin in. Dus je laat ze maar in leven. En mijn punt is, je moet vergeven. En dat doen deze twee mensen dus niet. Die lopen nog steeds in de ronde met wrok. Over wat hun is aangedaan. Snap je? En jij met je jeugdtrauma, ik wil niet eens weten wat je overkomen is. Ik zal je zeggen: hoe erger het was, hoe afwijkender het was. Wat jou, want dat is het hè. Je hebt normaal, en dat vinden we allemaal goed. Je hebt dat afwijkende gedrag van ouders. Je moet niet in discussie gaan met die mensen. Je moet ze vergeven. Ik laat een pauze vallen. Het is vergeving waar het om gaat. En mijn moderne punt is dat vergeving. dit is van vroeger. Dat is van Christus. Dat is oude Hap. Dat station zijn wij hopelijk gepasseerd. Of moeten we daar nog mee beginnen? Want dit is een nieuwe tijd. We zijn twee millennia verder dan Christus Jezus. Twee millennia. En ik vind het ontzettend stom. Van de moeder van mijn wettig kind en haar broer. Dat ze discussies hebben. Met die onderliggende wrok. De moeder van de moeder van mijn wettige kind. De oma. Die stuurde eens in de zoveel maanden... Een, een mooie brief. En er was altijd een envelopje met een kleurtje. En een, een tekeningetje erop. En een, een bloemetje erin. En dan een, een, allemaal ge, gewouwel erbij. En dan werd die, die, die vrouw werd er boos over. En die vroeg aan mij dan om haar bij te staan in haar boosheid. Van dit moet dit, je nou kijken, die belachelijke dingen van mijn moeder, wat ze nou weer schrijft. dit is een onzin. Dit, ik, eh. en, er zijn zelfs van die enveloppes binnengekomen. Op de Spijkerstraat 219-1. 6828-Dubbel-Dirk. En toen moest ik er ook nog getuige van zijn, dat zij mij liet zien. Kijk, ik heb weer zo'n envelop gekregen van mijn moeder. En die gooi ik nou in de vuilnisbak. Heb je dat gezien? Ik ben boos. En die vrouw gaat naar de hel. Als ze zo doorgaat. En de hel is er is namelijk gerechtigheid. Als idee. Het idee van gerechtigheid staat. Het is een belofte. Van gerechtigheid. Die er is. Dus het maakt niet uit. In wat voor soep. jij geboren bent. Als was je moeder een heroïnehoer. En je vader was een cocaïne-neuker. Dat is ook mooi. Is dus afgelopen met die jeugdtrauma's. En uh, hou die, die bibbers uit je lichaam. Weg. Want ik weet hoe het zit. Maar je hebt EFT. Emotional Freedom Theory. Het werkt, jongen. Voor je lichaam. Maar nog beter is het om in je hart. dat wat klopt. Het enige dat klopt is je hart. Hè? Want als je hart niet meer klopt, dan is het afgelopen. Dus het enige dat klopt. is je hart. En vanuit je hart moet je je moeder vergeven. In de meeste gevallen. 98,98%. 98%. Dus het kan altijd uh, anders zijn. Hè? Je moet een opening laten, maar je moet je moeder vergeven. Daar gaat het om. Als je je moeder niet vergeeft. dan ga jij denken. dat ze ergens gelijk had. en wil je weten. waarom ze daarin gelijk had. Want je snapt het niet. Want je hebt klappen gekregen. je bent afgezeken. Bent... dat begreep je allemaal niet. maar ergens had ze gelijk en wat was het dan? En dan word je net. gelijk. Allebei dan. dan word je net je moeder, kan je ook zeggen. Dan, dan, word je, dan word je gelijk je moeder. Ook als man. En als man word je dan een beta-mannetje. Die, uh, die, die pleegzoon van Wim Kruidertuin is een beta. Die gelooft in seks. En uh, hij is geen hoerenloper. Nee, dat hoeft hij helemaal niet te zijn. Hij gaat naar de sportschool. En hij krijgt altijd aandacht van vrouwen. Ja ja. Jeugdtrauma. Ik heb het niet, hè? Ik heb mijn ouders zien falen. En ik had mijn Bijbel. Punt. Ja, laat dat even op je insinken met je jeugdtrauma, als jij dat hebt. Misschien heb ik gelijk. Wim Kruiderthaan zei ook tegen mij: van ja, maar jij bent vraagzuchtig, je bent vraagzuchtig, je, 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 je wil je vreken op je ex. Ik wil me helemaal niet wreken op de ex. Want ik heb geen ex. Ik heb een moeder. van mijn wettige kind. Of wettig kind. Dus mijn, mijn kind, volgens de wet. heeft een moeder. daar was ik bij. Ik, ik heb het gezien. Dat dat kind uit haar buik kwam. Ik heb helemaal geen idee van wraak. Want waarom is dat? Ik heb medelijden met de moeder van mijn wettig kind. En ik heb medelijden met Wim Kruidentuin. En we zijn allemaal zielig. En wat ik vooral wil. dat we niet vergeten dat ik ook zielig ben. Alleen ik wil niet geholpen worden. Dat is een ander ding. Ja. <laughs> Doei.